Ilias, daar was hij dan. Je eerste competitiedoelpunt en hoe voelde hij? Ja, hartstikke, hartstikke blij mee natuurlijk. Uh, het, was, uh, het was even wachten wanneer die eerste zou vallen. Maar uh, ja, hij is gevallen, dus uh, nu is de rekening geopend. Was voor jou uh, misschien ook wel een bevestiging dat je weer op de goede weg bent? Uh, ja, natuurlijk is het de bevestiging als je belangrijk bent voor het team uh, middels goals en assists. Wat ik ook uh, graag wil als buitenspeler. Ja, dan is dat uh, zeker wel de bevestiging dat ik op de goede weg ben. En ik denk dat het meer de vraag was, was van wanneer gaat hij vallen in plaats van of hij gaat vallen. Dus ja, ik ben gewoon blij dat hij uh, er eindelijk is en uh, nu gaan we verder. Je zei het al, de rekening is geopend en we gaan verder. De trainer die zei ook, als je er eenmaal in een maakt, dan gaan er waarschijnlijk ook meer komen. Dus heb je dat gevoel zelf ook? Ja, ja zeker. Tuurlijk in de verloop van de afgelopen weken zie ik steeds meer die groei bij mezelf. Ik voel me steeds fitter en ook gewoon op het veld gaat het steeds beter. Dus in die zin zit er sowieso een stijgende lijn in. En ja, nu is het zaak om, om dat om te zetten in, in rendement. En ja, daar ben ik nu vorige week, of de vorige wedstrijd mee begonnen. Dus nu is het gewoon uh, aan mij om daar uh, voort op te gaan borduren. Hoe lekker is het uh, dat je nu alweer mag een uh, door de weekse wedstrijd? Ja, hartstikke lekker natuurlijk. Het is altijd de vraag hoe je uit een wedstrijd komt. Maar uh, ik denk dat dat uh, bij de gele groep en uh, bij mijzelf ook gewoon goed is. Dus uh, ja, dat is ook wel fijn dat, die, uh, dat deze wedstrijd uh, op het programma staat. We staan gelijk in het aantal punten. En uh, als we van hun winnen, dan gaan we over hun heen. Dus dan kunnen we ook daarin uh, weer een mooie, mooie slag slaan. Dus, uh, nou, we kijken er allemaal naar uit. Kijk, dat heb ik het jongens. We hebben de wind in de zeilen, maar als je één keer loslaat, dan is het er weer tegenwind. Dus het is uh, zo scherp, scherp als een mes zijn in alles wat we doen. En dat zie ik terug hoor. De groep denkt precies zo en, en de staaf ook. Dus iedereen mij weet wel hoe het zit en dat we echt vol aan de bak moeten. Kunnen we met dezelfde groep uh, richting Den Bos? Ja, Mark Diemers komt er weer bij. En ik neem twee jonge jongens mee. Uh, dat kan mooi in thuis strijden. Ja, dan, dat staat er gewoon goed op. Hoe mooi uh, was het voor jou ook te zien dat het dus ook zonder Mark Diemers kan? Nee, dat is even heel goed. Hè. We hebben er ook geen woord te smeren gemaakt. Mark is chic. Ja, chic is chic. Ik heb ik al vaker gezegd. Ik heb ooit van iemand geleerd: Henk, wie chic is, die is er niet. Hè, dus dan moet je ook door. En, uh, en, maar hoe blij Mark Diemers de wedstrijd is ineens afgelopen. Heb ik eerst de bericht al in mijn uh, en onder de wedstrijd zelfs al berichtjes over, uh, over hoe we het gedaan hebben hè, en wat we doen? En. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk mooi. Maar Mark die is zo belangrijk voor de groep. Dus niet alleen uh, in het veld, maar buiten het veld ook. Alleen hij weet nu ook dat hij hoger kan spelen, hè, wat ook over gaat. Hij hoeft niet meer van achter helemaal naar voren. Nee, hoger en daar belangrijker zijn. Nu ook weer straks doelpunt doelpunten meepikken. Nou, daar moeten we heen, maar dat weet hij wel. Andere jongens die ook een doelpunt uh, meegepikt hebben zijn uh, Ilias Alhaft en Tony Rulke. Hoe mooi is dat voor hun? Ja... Prachtig, Ilias, die moest sterk worden, hè. die moest optrainen. Na nou, nou, wat er de zomer niet getraind hè door, de, door met zijn kindje. Uh, en Tony Rolke, die wilde in één keer er staan, maar dat kon niet. Maar die zie ik op trainen: zo ook veel goals maken. Dus ik keek helemaal niet raar op, dat die tweede ook. Die ramt die binnen, maar dat, dat zie je ook constant op training. Hè. Dat is geen toeval. Dus die jongens, die groeien ook. Arnaud, Cassas, ja, duurt eventjes, maar dat is helemaal niet erg. Maar die, die kan ook nog op zes spelen. Hè. Dat, dat is een. Goede voetbal, dus die jonge gasten, die, die komen er ook aan. Dus dat wordt alleen maar mooier. Ja, je wilt niet gaan verslappen. Je hebt nu een mooie reeks neergezet. En het wordt alleen maar mooier als die reeks uh, voort uh, blijft uh, duren. Dus uh, ja, daar gaan we voor. Jullie werden ook nog even uh, opgewacht uh, hier bij het stadion. Hoe mooi uh, vond je om dat te zien? Ja, dat, uh, dat toont uh, gewoon uh, aan uh, wat voor club Cambuur is. Uh, ja, het is gewoon echt een volksclub en de mensen leven hartstikke met ons mee. Ook toen het in een minder periode, uh, ja, dat het gewoon minder ging... Dan zie je ook dat ze gewoon achter, achter ons blijven staan. En Natuurlijk, ze verwachten uh, natuurlijk drie punten. Maar als we op zijn minst al hard werken met elkaar, ja, dan, uh, dan heb je hun sowieso achter je. En uh, dat geeft ons ook alleen maar vertrouwen om, uh, om dan ook die drie punten te pakken. Nou vond ik je hartstikke goed spelen. Uh, zit er nog meer uh, in het vat? Nee, absoluut. Uh, als ik kritisch ben op mezelf, had ik er nog twee kunnen maken afgelopen wedstrijd. Maar uh, ja, ik ben hartstikke blij met de, met de overwinning en uh, met mijn bijdrage daarin. En, ja, nu, wil ik, uh, nu wil ik er nog meer gaan maken en uh, belangrijk blijven en zijn voor het team. Volle bak weer uh, tegen een bos, zin in? Ja, Prachtig een pad. Uh, goede tegenstander, de eerste periode gewonnen, wat, wat rumoer. Maar het is gewoon een goede ploeg, we hebben er tegen gespeeld in de, in de voorbereiding, fysiek goed. Dus dat is niet zomaar klaar, hè? ze staan ook boven ons. Maar we kunnen wel hele goede zaken doen. En, uh, en we moeten ergens punten inhalen die we aan het begin van het jaar hebben laten liggen. Dus dat moet je eigenlijk doen tegen ploegen die ook boven je staan.